Dag Henk. Dag Jan. Henk Braam. Jouw wortels zitten helemaal in en rond Nijmegen. Klopt. Alhoewel je in Afrika geboren bent, zei je net. Ja. Mijn vader is daar na de oorlog heen getrokken. En het beviel hem kennelijk zo goed dat hij dacht, hier kan ik het een tijdje volhouden. Nou, leuk. Hij heeft mijn moeder meegenomen en uiteindelijk zijn daar 3 kinderen geboren. Mooi. En toen zijn jullie naar Nijmegen, Beek, die kant teruggegaan. En jij bent fotograaf. Klopt ook. Hoe ben je nou fotograaf geworden? Zat je als kind altijd al te tekenen of is dat toeval? Of? Nou, dat is je slaat de spijker op de kop, zal ik maar zeggen. Ik was altijd aan het tekenen. En het was mijn grote ideaal om striptekenaar te worden. Daar was ik helemaal verslingerd aan. Ja. Alleen, een opleiding voor striptekenaar, dat bestaat niet echt. Nee. En de kunstacademie is eigenlijk het meest ideale school om dan naartoe te gaan. Ja. En, maar het is ook gevaarlijk om dat te gaan kiezen. Om te zeggen, ik wil striptekenaar worden. Want als het niet helemaal lukt, ja dan... Nou, daar zat het hem niet zo in. Ik denk dat je beter strips kunt tekenen tegenwoordig dan dat je fotograaf kunt zijn. Want het is nog een echt ambacht. En tegenwoordig met de technieken is iedereen eigenlijk wel in staat om een mooi plaatje te maken. Is dat zo? Want ik heb jouw site natuurlijk gekeken. Zal ik maar zeggen. Het is niet meer zo moeilijk als vroeger. Toen het nog meer een soort ambacht was. Ja, maar nou vind ik eigenlijk filmen makkelijker dan fotograferen. Ik zit jou te filmen. Ik maak dus 25 foto's per seconde. Of 50 als ik de camera's anders instel. Mm-hmm. Er zit altijd wel een goede bij. Maar jij moet met het fototoestel precies aanvoelen nu. Yes! Klopt. En dan heb ik jouw site bekeken. En dan denk ik van, ja, hoe krijg je dat nou net dat moment? Dat is denk ik een kwestie van veel oefenen. Ja, en een oog ervoor hebben. Je moet volgens mij... Een oog ervoor ontwikkelen. Misschien is er ook een deel, is er een stukje talent bij aanwezig. Ja. Aangeboren talent, dat weet ik niet. Ik hoop het. Maar het is ook iets wat je kunt ontwikkelen. Het leren zien. Ik heb laatst een lezing gegeven op de Kunstacademie. Waarbij ik vertelde dat je wat het verschil is tussen kijken en zien. Kijken is eigenlijk een geautomatiseerd proces. Dat doen we allemaal als we lopen. Want anders struikelen we over onze voeten of botsen tegen elkaar aan. Maar zien is geconcentreerder. Zien is een leerproces. Zien is met je verstand goed kijken en observeren. En dan ga je binnenkort een expositie houden. En dat is straatfotografie. Ja. En dan denk ik, straatfoto. Wat is er nou voor lol aan een straat? Dan denk ik, hier buiten is een straat. Mm-hmm. Maar hoe maak je nou een mooie foto op straat? Van de straat. Ja, of op de straat of wat er omheen gebeurt. Nou, straatfotografie is een soort fotografievorm die eigenlijk over de hele wereld bedreven wordt door allerlei enthousiaste fotografen. Met straatfotografie bedoel ik dus gewoon foto's maken in het openbaar. En met name in een stad, want daar is veel leven. Daar zijn veel mensen. Straatfotografie laat graag de mens zien. En het bijzondere van straatfotografie is dat het onderwerp van tevoren eigenlijk helemaal niet vaststaat. Het is dus een kwestie van toeval. Wat kom ik tegen? Wat ga ik zien? Waar bots ik tegenaan? Ga ik nu weer meemaken? Jij slentert door de stad met het fototoestel op je rug. En jij wandelt. Nou, en niet je op mijn rug. Maar voor je, op je buik. Mm-hmm. En je wandelt. En op een gegeven moment zie je iets. En dan, yes! Klik, 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 klik. Ja. Ik heb het wel eens vergeleken met het zoals een cheetah. Dat is een snel jacht. Wat is het? Een soort panterachtig beest. Die straatfotografie, zo'n cheetah, die is ook heel geconcentreerd als hij op jacht gaat om een prooi te pakken. En als straatfotograaf vind ik dat ook een beetje. Ik ga op jacht en ik wil graag een foto pakken. En een cheetah kan soms urenlang eerst kijken, sluipen, ruiken, dichterbij komen enzovoorts. En het moment zelf, dat is heel kort. Hij is heel snel. Een van de snelste dieren ter wereld, landdieren. En dan
rent hij misschien 6, 7, 8 seconden heel snel. En zo zie ik dat ook een beetje met de straatfotograaf. Die is langer bezig met loeren en kijken en cirkeltjes draaien. En het moment dat de foto dan eigenlijk ontstaat, dat is een hele kortstondige. Maar daarvoor heb je misschien ook al heel veel foto's gemaakt. In mijn vrije tijd wandel ik graag een uurtje zo door de stad, anderhalf uur. Straatfotografie is niet iets waar ik mijn levensonderhoud mee verdien. Nee. Want, je doet er dan iets anders bij. Ik heb nog gewoon mijn opdrachten natuurlijk ook. Ja. En zoals ik al zei, straatfotografie, het onderwerp staat niet vast. Dus ja, hoe moet je dat dan verkopen? Je kunt natuurlijk een aardige foto wel aan de krant verkopen een keer of zo. Maar je leeft van de opdrachten die je krijgt. Mm-hmm. Want je bent beroepsfotograaf. Mm-hmm. En die straat, die fascineert je dat. En daar ga je over. Daar komt binnenkort een expositie. En eind maart, maandag 30 maart, is er een expositie in de Sint-Stevenskerk van Nijmegen. Dus dat is lekker in het centrum. In het centrum. En wat heel bijzonder is, ik heb jaren geleden op een fotogemeenschap, community, ben ik een Antwerpse fotograaf tegengekomen die ook straatfotografie bedreef. En ik haar foto's die spraken mij heel erg aan. Dat zat een soort overeenkomst met wat ik deed. En ik heb haar uitgenodigd om samen met mij dus in de Sint-Stevenskerk te exposeren. Waarbij we niet de beste straatfoto's van elkaar laten zien, maar een soort duo's hebben gemaakt. Dus foto's die zij in Antwerpen heeft gemaakt en ik hier in Nijmegen. En die hebben een gemeenschappelijke band. Die hangen dus naast elkaar. En dat vind ik eigenlijk best een wonderlijk concept. En daar kunnen we van genieten. En het wordt geopend op 28 maart. Ja. Maar het blijft een maand lang, hè, die expositie. Het blijft ongeveer een maand lang, ja. Dus mensen kunnen dan lekker in de lente, misschien met een zonnetje, is de Stevenskerk inwandelen. Ja. En dan zien hoe je nou mooie foto's kunt maken. En als jij er rondloopt, wil je de mensen ook wel tips geven, denk ik. Absoluut, ja. Hey, mag ik jouw atelier eens zien? Kijk hoe je dat doet. Be my guest. Oké. Gaan we kijken. Dit is mijn doka. Dat is een stukje beter dan de doka van vroeger. Heb je die ook gehad? Ja, die heb ik ook gehad. Met potjes, flesjes, spoelbakken. Met fixeer en ontwikkelaar. En dat was een hoop gedoe. Ik vond het wel hartstikke leuk. Maar ik weet niet of ik terug zou kunnen gaan naar de tijd van een doka. Denk ik niet. Tegenwoordig is het allemaal achter de computer. En dat gaat wel zo snel. En het is ook zo milieuvriendelijk tegelijkertijd. Dus, En je kunt van alles, hè? En je kunt van alles, ofschoon ik niet een man ben die zeg maar heel veel prutst aan zijn foto's. Ik vind het is wel een bepaalde kunst om de foto te laten zoals die ontstaan is op straat. Je bent geen photoshopper. Je maakt ze niet extra mooier. Ik photoshop wel eens, maar in de straatfotografie is de kunst juist om dat zo om dat helemaal weg te laten. Ja. Dan gaat het puur om observeren en de kunst van het moment zien te pakken. De foto's in de Stevenskerk zijn niet op de computer te zien, maar je hebt ze echt. Ik heb hier een aantal prints al klaar. Eens kijken. Dit kunnen we zien. Dit is een van de foto's die daar straks hangt. Naast een foto van mij, van de Antwerpse collega Carina Brijs, heet ze. En dit is een foto die ik heb gemaakt ooit aan de Waalkade, toen daar een circus te zien was. We hebben hier nog een foto, die heb ik gemaakt tijdens de Vierdaagse. Van een jongeman met een indrukwekkende partij tattoos op zijn rug en zijn dochtertje. Terwijl ze over de grote markt liepen en even stil stonden bij een suikerspinnenkraam. Fijn dat hij zo getatoeëerd was. Ja. Tot slot heb ik hier nog een beeld van een meneer die zijn hondje uitlaat. Hondje moest even iets kwijt. Ja. Maar dan vind ik die achtergrond zo mooi meespelen. En dan vooral dat hele kleine poppetje aan de andere kant. Wat het weer een beetje in balans brengt met het hondje. En dit soort foto's kunnen we in de Stevenskerk zien. Yes. Veel succes. Dankjewel.